Hey, goedemiddag. Welkom bij Auto Siro. U heeft een Skoda Octavia gevonden en ik heb hier even een verhaal bij, want de auto heb ik geïmporteerd uit België. Vandaar dat u mij even in beeld ziet, want ik wil graag even die kilometerstanden onderbouwen, want het slaat natuurlijk nergens op voor een diesel zo weinig kilometers. Dat is ook precies de reden waarom ik hem heb gekocht. En hij is als nieuw. Kijk even mee. Alphabet lease gekocht. Je ziet een nieuw Nederlands kenteken, het L-nummer. Nou, dat is omdat we hem in België hebben gekocht. Met dit soort kilometers verwacht je een auto die echt als nieuw is. En ik hoop dat je dat goed kunt zien op de video, want hij is ook werkelijk echt als nieuw. Parkeersensoren aan de achterzijde. De Octavia. Dit is denk ik de hoofdreden dat je een dergelijke auto in Station koopt. Super mooie diepe kofferruimte namelijk. Een krasje, geen deukje, helemaal niets. Mistlampen natuurlijk. Gaan we even naar de binnenkant. Dit is de historie. Heel erg belangrijk bij een importauto. Dit is het chassisnummer. Dit is het Belgische kenteken. En dit is er door de jaren heen gebeurd. 47.000 kilometer, nog een kleine onderhoudsbeurt gehad. En een nieuwe accu, airco service. Inmiddels 55.000 kilometer. Climate control, grootschermnavigatie, telefoon is netjes aan te sluiten. Het cruise control zit hier achter het stuur. Multifunctioneel stuurwiel natuurlijk. En ja, nogmaals, met deze kilometers moet hij ook als nieuw zijn, maar dat is hij ook echt. Achterin Isofix voor een eventuele kinderstoel. En nogmaals, ja, vreselijk weinig kilometers. Wat is het nou? In België betaal je voor een dergelijke auto in de wegenbelasting, ik denk €250 per jaar. Rij je dus 5000 kilometer per jaar, neem je alsnog een diesel daar. Want de diesel is gewoon goedkoper, hij is zuiniger en veel, veel gezelliger in onderhoud. Dit is een Euro 6 diesel, laat je dus niks wijsmaken van jongens, hij kan er straks nergens meer in. Ze zijn nu bezig met Euro 4, dat zijn auto's tot 2004, om die te weren in Amsterdam. Arnhem en nog een stad, Rotterdam volgens mij. Daarna zal een keer Euro 5 komen, maar dat zal rond 2025 zijn. Nou, en daarna gaan ze een keer de Euro 6 aanpakken, dat zal in 2030 zijn. Dat is over 8 jaar en ik geloof niet eens dat ze dat gaan redden. Maar goed, tegen die tijd, over 8 jaar dus, hoop ik ook werkelijk dat je hem al een keer weer verkocht hebt. Dat lijkt me wel en ik hoop bij ons. Inruilen doen we hartstikke graag. Mag je even wat fotootjes appen of mailen. Dan krijgt u daar een net bedrag voor. Thuisbezorgen doen we gratis in coronatijden. Financial lease doen we heel veel. Binnen 5 minuten heb je een voorstel van ons. Het is een BTW auto. De BTW kun je dus verrekenen. Deze prijs is inclusief Nederlands kenteken. Inclusief BTW. En that's it. Heb je interesse? Laat het weten. Kom langs of we komen bij u. Dankjewel. Groeten. Hoi.